Ja, jongens, goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik doe dit heel snel, het is vrijdagmiddag. Dat komt omdat ik een hele leuke vlog klaarstaan, dat zeg ik het zelf. Die krijgt niemand nu te zien, want de vlog is niet meer belangrijk. Want het gaat niet meer door. Het ging over het kerstfeest aanstaande donderdag, de musical. Die zou zijn, maar dat gaat niet meer door de corona-omstandigheden. Daar kreeg ik bericht van toen de vlog al af was. Dus het was een superleuke vlog, maar die krijgen jullie niet te zien. Maar toch wil ik even korte tijd nemen om de nieuwe invulling van de dienst aan te geven. Want er is wel een soort kliedenkerk. Namelijk Lydia Zwart komt. En die komt donderdag aanstaande van 7 uur tot 8 uur in de kerk. Dat is een poppenspeelster. Die gaan poppendingen doen. Dat is superleuk voor kinderen. Je kan ondertussen knutselen. Je kan thuis waarschijnlijk ook mee knutselen. Dus zorg ervoor dat je alsnog gaat kijken naar deze dienst. Mijn vlog is nu niet zo spectaculair. Ik heb wel Lydia gevraagd of ze wat wil insturen. Dus dat krijgen jullie zo meteen te zien. En bij deze de vlog. En hij is iets minder spectaculair dan ik had gemaakt. En daar baal ik een beetje van. Ik hoop dat hij misschien toch ooit nog ergens gezien wordt. En anders dan zullen jullie nooit weten wat daarin is gebeurd. Ik zie jullie in ieder geval bij het kinderkerstfeest. En op een iets andere manier dan verwacht. Maar misschien wel net zo leuk. Of misschien nog veel leuker. Dus tot donderdag. En bij deze het filmpje van Lydia. Later. Nou Jesse, ik vond dit ook al een hele leuke vlog hoor. Ja, zeker omdat het over jou gaat. Nou ja, ik vind het natuurlijk wel heel erg leuk dat ik mag komen. Oh, mag ik dan ook mee alsjeblieft? Als jij je gedraagt, mag jij misschien ook wel mee. Ja! En natuurlijk neem ik veel meer leuke vriendjes mee. Oeh, ik ben benieuwd. Wel jammer hoor voor jullie dat de musical niet door kan gaan. Wat is dat, een musical? Nou, er wordt een verhaal verteld en dan gaan ze zich verkleden en dan worden er liedjes gezongen. Gaan wij dat dan ook doen? Geen musical, maar we gaan vast wel ook leuke liedjes zingen. En ja, als je wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je natuurlijk gewoon kijken donderdagavond. Gezellig. Ja, leuk moet je doen. En ja, wie weet kan de musical nog een keer op een ander tijdstip worden uitgevoerd. En kan die leuke vlog van Jesse alsnog worden vertoond, hè? Ja. Kun jij nou op het knopje drukken? Op het knopje? Van een muts. Van je muts? Zit daar een knopje in? Wat gaat er dan gebeuren? Haha, dag! Tot ziens! Dag! Dag!